Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij Nieuwe Vraag op Straat. Afgelopen vrijdag was het vrijdag de 13e. Ik ben eens heel erg benieuwd wat u met zo'n dag doet. Houdt u rekening met zo'n dag? Bent u bijgelovig? Gaat u dan wel of niet onder die ladder door? Zwarte kat? Ik wil het heel graag weten. Vraag op Straat vraagt het aan u. Ben je bijgelovig? Niet echt, nee. Ik ben geboren op een 13e dus. Ik wist het op zaterdag de 14e dat de dag ervoor vrijdag de 13e was. Dus daaruit kan ik opmaken dat je allesbehalve bijgelovig bent. Klopt, ja. Het interesseert me eigenlijk helemaal niet of het vrijdag de 13e is. Ik vind het helemaal geen probleem dat het vrijdag de 13e is. Ik ben ook niet bijgelovig wat dat betreft. Dus. Nee hoor, nee. Nee, ik doe gewoon mijn dingetjes. Een beetje. Leg eens uit. Ja, ik weet niet. Gewoon wat voorzichtiger zijn. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben wel eens bang in het donker geweest, maar dat had wel redenen. Nee. Nee, niet bijgeloven. Maakt me niet zoveel uit. En mevrouw? Nee, ook niet. We hebben het wel genoeg overleefd, toch? Ja, maar stel dat u nou op straat loopt, u ziet een ladder staan en denkt eronder door of eromheen. Met een zwarte kat onder die ladder door. Niet onder trappen doorlopen. Altijd afkloppen als je iets verkeerd zegt. Ja, echt. Ik ga eromheen. Dus dan ben je toch een klein beetje bijgelovig. Jawel, ja, toch wel. Meestal zo loop ik wel omheen. Gewoon, is ook al veiligheid, maar niet omdat het voor zo'n bijgelovigheid is. Nee. Nou, wat die ladder betreft, dan loop ik altijd gewoon omheen. Of het nou vrijdag de 13e is of niet, dat maakt niet uit. De kortste weg, dus als er onderdoor is, is er onderdoor.